Steeds meer maatschappelijke groepen tonen interesse in kennis over gendervraagstukken. Dit zegt Renuka Bihari, coördinator van het Institute for Women and Gender Development Studies en het instituut dat een belangrijk orgaan is van de Antonocom Universiteit van Suriname, timmert al ruim 12 jaar aan de weg om ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen weg te werken. Dit doet ze door kennis over te dragen middels cursussen en lezingen. Het instituut heeft onlangs een cursus verzorgd voor artsen, beleidsmedewerkers en politieagenten. Langzaam maar zeker lukt het om de gemeenschap bewust te maken van gendergelijkheid. De vraag naar kennis is groot, zegt Bihari. En wij proberen dus op basis van, we proberen eigenlijk zeker op basis van onderzoek en wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ook dienstverlening proberen we dus meer bekendheid, awareness, maar ook knowledge sharing ten aanzien van gender met elkaar te delen hier in Suriname. En lukt het? Hoe is de interesse vanuit de gemeenschap zelf? Kunt u bijvoorbeeld ingaan op de blended course? Hoeveel deelnemers waren er? Nou, het lukt aardig moet ik zeggen. Het instituut is nog niet wat het wezen moet. Wij zitten op het instituut met slechts 2 mensen. Mijn persoon als coördinator en mijn collega Marina De Bies als onderzoeker. En we hebben een aantal cursussen al aangeboden. Sommige zijn op maat gesneden, tailored. Voor mensen die bij de overheid werken, dan denk ik aan bijvoorbeeld de gender focal points. Maar ook mensen die werken, NGO's die werken in het genderveld. Ook studenten van de verschillende faculteiten van de Antonocom Universiteit worden van tijd tot tijd getraind in gendervraagstukken. Hoe eerder ze de kennis tot zich nemen, hoe sneller ze deze kunnen toepassen in de praktijk. Aldus Bihari. Deze blended course die wij pas hebben afgerond was speciaal voorbereid voor studenten van de Antonocom Universiteit, maar ook mensen die enige affiniteit of dan wel vakken hebben gevolgd in gender. En dat zij konden dus deze cursus ook volgen. Het is natuurlijk een wens van ons als instituut dat wij veel meer inspelen op maatgeknipte courses. Natuurlijk voor mensen binnen die overheid, want als je kijkt naar bijvoorbeeld de overheid, die dus belast is met het maken of formuleren van het genderbeleid, dat die ook zelf op zoek is naar die capaciteit, naar die knowledge. Om eigenlijk effectief en efficiënt genderbeleid te formuleren. Er is een behoefte, we weten dat. We werken ook met de stakeholders en we weten ook waar de schoen knelt. Maar je kan als instituut ook niet bergen verzetten. We zijn bezig, we proberen met name ook veel wetenschappelijk onderzoek te doen, zodat wij issues kunnen onderbouwen. Maar we willen ook natuurlijk die outreach doen. Renuka Bihari, coördinator van het Institute for Women and Gender Development Studies, over de interesse die getoond wordt op het gebied van gender.